afsluit, dan span je dat testen naar het huis. Als je de kar die eruit kan, dan ontspant het ook. Als je nou in je rij thuis bepaalde voertuigen kunt, dan heb je het al geprobeerd, maar ik vind dat dus juist niet uitleggen. Als hij nou iets bij je weg wil lopen, wat er tussendoor natuurlijk vreemde omgeving, dan wil hij dat er tussendoor een beetje bij je weglopen. Probeer je hem gewoon rustig er even op te vangen. Als hij weer terugkomt, dan stop je hem opvangen. Maar je gaat hem niet standaard vasthouden en dat hij onder je uit wil lopen. Snap je het verschil? Dus heel veel mensen hebben de term tempocontrole hoogstaan. En ik ook. Maar ik vind dat meer is dan alleen maar het is tempocontrole zonder dat je hem vasthoudt. Dat je een tempo rijdt en je als het ware voelt dat je het onder je uit wil. Dat moet je proberen. Dus een tempo rijdt in de paard gewoon zonder het niet te hard maken. Er zit natuurlijk ook een beetje gewoonte in bij hem, doorrijden. Wel door, wel naar voren, rij naar voren. Galop in me door.
altijd naar voren. Juist, naar voren oplossen. Prima. Dus als een paard zo tegen de hand komt, zo uit de rug komt, is de enige manier om dat op te lossen, is de rug erbij krijgen door naar voren te rijden. En iedereen wordt geleerd, hou hem rond, hou hem erdoor. Dus dat is van voor naar achter. En ik zeg, nogmaals, dit niet uit de boel, wij hebben geleerd, naar voren rijden, rond. Maar het naar voren rijden, dat de achterhand de rug goed was, de rug soepel maakt, is belangrijker dan die halshouding. Die halshouding komt daarna. Goed zo, goed gedaan. Gewoon doorgaan. Prima. Heel klein beetje linker stellen, zonder dat je hem korter maakt aan de linker. Zo, goed zo. Goed zo. Laat hem zo gevoel. Gewoon door. Als je dan een keer met de kom een beetje langs doen, geloof mij, als hij doorkomt in de nek, gaat dat er vanzelf uit. Blijf maar gewoon naar voren, hand aan het neus, dat je voor, dat is heel goed. Ja, dan moet je hier voor doen. Zodat je achterbeen om weer door. Zacht worden aan de stelling. Je mag stelling vragen naar binnen en dan moet je stelling teugen, daarna ontspannen, losjes. Goed zo. Goed zo. Je hebt een ontzettende fijne manier van zitten op je paard. Dat is zo'n ontzettend belangrijk punt dat je in je paard zit. Dat betekent dat je een goede gereedschap hebt, tenminste. Dan moet je wel goed zagen, knippen, goed timmeren enzo. Als je een keer de gereedschap hebt, dan. Dat scheelt een heleboel. Dat is echt, dat doe je echt goed hoor. Want je zit er echt super in en mooi ontspannen in de maat, dat is klasse. Cirkel, klein beetje stelling houden, de stelling zacht in je linkerhand, rustig terugnemen, en niet kort niet te doen. Dan moet je echt aan denken dat je rondjes is goed en je neus moet ietsjes voor je uit. Als je goed laat, is het een ietsje been, dus dat is het klaar met je pink. Daarvoor, daarvoor, niet te beschadigen. Daarvoor. Ja, daar. Gewoon door. Gewoon door. Ja, goed. Heel goed. Hier is de grens weer aan tempo. Dat is logisch. Hè? Dat heb ik zelf om gevraagd. Dus ik draaf door. En de volgende fase is, dan gaat hij een beetje meer uit. Goed. Als je nou op de grote volte weer een paar passen gaat doorzitten, moet jij echt denken, ik ga ontspannen zitten. Mijn hand neigt een beetje naar de voorkant. Ja, hem niet los, maar die neigt een beetje naar de voorkant. Kijk of die dan zo tegen de hand komen gaat vergeten. Je gaat 3-4 passen doorzitten zo. En als die goed blijft, blijf je langer doorzitten. Maar je hand neigt naar voren. En als die tegen die hand komt, moet je gewoon rustig doorrijden. Plus, het bovenlichaam terug. Super. Super. En doorrijden. En doorrijden. En doorrijden. En doorrijden. Ja, en licht zijn in je linkerhand. En weer gaan licht rijden. Prima. Dit moet je veel oefenen thuis. Doorzitten, licht rijden, licht rijden, doorzitten. Doorzitten, licht. Niet te veel links buigen die huis. Heel goed. Heel goed. Maar naar de lange zijde toe heel rustig aan gaan lopen. Niet spannen, je rijdt gewoon naar voren. Als je tegen de hand komt, denk jij gewoon naar voren. Kijk, prima. Super. Als je het zo doet, gaat alle storingen gaan eruit. Weet je hoe dat komt, Lisa? Omdat een paard, als een paard geleerd is dat hij ergens in moet blijven, in zo'n houdingje moet blijven, en dan komt er iets nieuws van galop of een zijgang of uitstrekken. Dan wil hij uit dat huis en de vogel die in een kooitje is. Deurtje één keer open staat, komt hij nooit meer terug, weet je wel? En als je heel op je vogel vrij laat, dan kop je zelf eten, dan gaat hij lekker rondvliegen. En denk, dan wil hij niet ontsnappen. En als je hem daar in zo'n vreempje houdt, dan is hij altijd op zoek, kan ik eruit? Dus nu moet je gewoon zeggen, een luchtig aan de hand, die houding komt vanuit het rijden. En nogmaals, nou zeg ik het niet nog een keer. Door jouw manier van zitten heb je zoveel voor op een ander die daar niet ontspannen op zit. Dat is echt het allerbelangrijkste gereedschap wat je hebt als ruiter, hoor. Ontspannen in de maat mee zitten. Meestal moet ik daar heel hard aan werken om mensen dat te leren. Maar jij doet dat omdat ik je wil.
Ja. Ja, ander paard, absoluut. Eigenlijk moeten we zeggen, andere Amazone. Het is gewoon een andere doelstelling, hè. Ja. Ja, dat is punt. Dat is een andere doelstelling. Nee, ja, andere manier van rijden. Doelstelling is hetzelfde, andere manier van rijden. Het is op de cirkel, weer rustig over en naar door. Goed. Heel rustig. Ontspannen volgen. Dat komt die neus voor je uit. Altijd denken, de achterkant van mijn paard moet ik naar zijn hoofd stimuleren. Ik moet nooit zijn hoofd naar zijn lichaam stimuleren. Ik stimuleer zijn achtergedeelte, of dat stuk wat onder en achter de zadel is, naar zijn hoofd. In de handverandering straks. Weer lange lijnen rijden. Dus. Je ziet ook zijn mond wordt ontspannen. Zijn mond wordt tevreden. Dat heeft allemaal met de ontspannen houding en zit van je te maken. Je kunt voelen wat er onder je gebeurt. Goed. Een paar keer een grote volte rechtsom. En rechtsom ook zo. Een paar passen doorzitten. En misschien weer licht draaien en weer doorzitten. En als die dan niet verandert, is de volgende poging gaan op je ja. Geen haast. Twee teugels. Mooi hoor. Zo. Ja, bovenlichaam hand ervoor halen. Bovenlichaam kop. Super. Heel goed. Rustig. Heel goed. Een beetje bovenlichaam. Een tandje terug. Rij maar door. Rij maar door. Ander paard op de weg. Rij maar door. Goed. Super. Hand aan de mond. En je hand neigt naar voren. Goed zo. Super. Licht rijden weer, naar voren kan rijden, naar zijn oren rijden, hè? Denk eraan. Hè? Je rijdt altijd het paard naar zijn oren toe. Hij moet naar zijn oren aan de teugel worden. Super hoor, niet laten bukken. Ja, klasse voel je het. En doorrijden, en doorrijden, super, en doorrijden. Heel goed, stijf. Heel goed, ja, ja. Maar nu doet hij dat ook, die rare techniek. Maar hij verstopt zich er niet meer in, hè. Hij spant zich er niet op. Nou, jouw loopt beter als de vlot, hè. Nageven omdat jij gewoon naar de bit toe rijdt. Dat zou je vroeger weggetrokken hebben, waardoor hij er een keer achter kwam en daarna springt hij zo tegen de hand. En nu zeg je, je bent te hoog, ik vind hem ook te hoog, dat snap je dan. En je rijdt gewoon door en dan gaat weer nageven in je kaken met, terwijl je naar je hand toe rijdt. Super. Super. En door, en door, en door. Ja, verbinding aan. Juist, super. Heel goed. Ga je weer op de grote volte. Weer een paar passen doorzitten en blijft hij hetzelfde. Hij gewoon ontspannen naar voren aanhouden. En komt hij tegen de hand, gaat hij zo springen, rij je gewoon door. Goed zo. Klasse. Weer weg. Ja, dat snap ik, hè. Eigenlijk, hè, Lisa? Doorrij. Ik snap dat die overgang niet van jou is, maar als die dan zo'n mooie overgang maakt, moet je eigenlijk even 2-3 rondjes doorrijden. Snap je dat? Dan kost hij het feit dat hij niet in zijn lijf goed blijft. Ja, want op jouw hulp aangaloperen is wel belangrijk natuurlijk, maar dat zijn lichaam goed blijft vind ik eigenlijk wel belangrijk. Nou heb ik allebei. Super mooi. Goed zo. Heel goed. Heel goed. Heel goed hoor. Als je sneller gaat dan je wilt, ga je rustig de grote volte in. Want op een grote volte is het veel makkelijker de tempo controleren dan wanneer je rechtuit gaat. Hè? Dus een grote cirkel. Een cirkel helpt altijd veel, heel erg mee om het tempo te controleren zonder, als je rechtuit. Het is niet voor niks aan de rembaan 600 meter is en de manege 40 meter of 60 meter. Snap je? Dat is logisch. Het is allemaal begrijpelijk. Goed zo. Niet snel. Probeer zo te galopperen. Juist. Klasse. Het was echt een mooi beeld hoor, Lisa. Echt wel een mooi beeld hoor. Super. Zo. Zo. Klasse. Gewoon door.
Juist. Dus het eerste wat jij doet als hij tegen de hand komt, is in ieder geval zorgen dat je hem voorwaarts benadert. Snap je? Dus hij komt tegen de hand en jouw eerste reactie is, ik rij in ieder geval naar voren. En in dat naar voren rijden probeer ik hem in de hand natuurlijk ook goed te krijgen. Maar ik leg niet de nadruk eerst op de hals en dan op het voorwaarts. En dat zit heel dicht bij elkaar hoor. Er zijn weinig mensen die dat echt in hun systeem krijgen, tenzij je daar echt in getraind wordt. Super. Las, las, op de cirkel, overgang naar draf, de aanleuning zo houden. Mooi hoor. Goed zo. Nog even een stukje licht rijden naar je hand. Niet wegnemen met je hand. Dat kleine stukje wat je daar naar je toe werkt met je hand. Dan ben ik zeikerig hoor, maar dat kleine stukje wil ik eruit hebben. Echt voelen dat die opvult van achter. Juist, top, top. Hier zo. Hier zo. Klasse. Naar voren door. Naar voren door. Juist, goed zo. Heel even op een cirkel, een overgang maken, draf, stap. Als je goed hebt, hè. De moment als die zoon net zo'n beetje afgeleid is, dan wacht je even een paar rondjes. Je hebt alle tijd. Het gaat om de kwaliteit. Het gaat niet om waar je het doet of wanneer je het doet. Het gaat alleen om hoe je het doet. In de training. Prima. Prima. Mooi hoor. Mooi hoor. En zo naar een stap. Stap door. Precies hetzelfde doen, die stap wat je in draf deed. Juist. En als jij voelt dat die in stap net zo naar geven wordt als wat je in draf en in de galop had, dan zeg je, nou is het moment daar. Dan heb ik hem ook in de stap naar voren aan elkaar gereden. En dan laat ik hem even de hals trekken. Dat is belangrijk hoor. Dus dat je het in de stap net zo voor elkaar maakt als wat je in die overgang daarvoor die overgang had. En als dat doorstapt, door, ja, komt hij weer. Juist. En dan gaat de stap is nu nog een beetje gespannen, een beetje kort. Je zult merken, binnen nu en een half jaar wordt die stap ook aan de teugel ook ruimer. Maar dat heeft even zijn tijd nodig. Zo, goed moment hebt. Goed moment dat je even de hals trekken. Je bent niet iets tegengekomen wat je niet begrijpt, hè, geloof ik, hè? Nee. Nee, kan ik zien. Kan ik zien. Dat is goed. Ja, dat doe je zelf wel. Dingen die ik erachter ben. Ja, logisch. Dat gaat nou, maar dat doe je wel snel, moet ik eerlijk zeggen. Dat, doe je, dat pak je wel snel op, hoor. Dat moet ik eerlijk zeggen. Dat is leuk. Dat is alleen maar fijn. En eigenlijk, hè, Lisa, hebben wij nu in 2-3 lessen, hebben wij afgesproken en heb jij het redelijk voor elkaar hoe je paard aan de teugel moet rijden. En daar gaan de meeste mensen de fouten zijn. Snap je? En als je hem dan zo aan de teugel hebt, gaan we op die manier overgangen rijden, tempowisselingen rijden, zijgangen rijden, weet ik wat, alle oefeningen rijden, maar je blijft altijd nastreven dat je hem door naar je hand toe en dan ga je straks naar piment rijden of je gaat een overgang rijden en dan hapert dat. Ik zeg maar wat, dan komt hij tegen de hand, dan komt hij door de baan. Ik doe hetzelfde, dan gaan we weer precies hetzelfde. In zo'n oefening die jij rijdt, of het nou een appartement is of via of uitstrekken of achterwaarts, op die manier moet je je paard aan de teugel rijden. Dat is duidelijk, hè? Dus dat is eigenlijk de manier van werken, hoe je je paard in zijn lichaam aan elkaar moet rijden. En daarmee gaan we de overgangen werken, de oefeningen rijden. Hé, hey, wat zei je moeder nou? Het was de ander een beetje bevangen, kreeg een appje? Is dat zo? Ja, het was, de dierenarts had niet vastgesteld bevangenheid, maar nou, het hing erom. Hij was bekapt en in één keer ging het niet goed. Gewoon te kort beslagen misschien? Ja, hij heeft hele dunne zolen. Dus dan groeit het wel, dan groeit het wel weer normaal goed. Jawel, ik heb het laten doormeten. Hele dunne voor heeft hij hele dunne zolen. Dunne zolen, ja. En bij elkaar was het even te veel. Nou, we waren gelijk bij een metakammer in. Laser op die zolen. Maar ik heb gelijk, want wij zijn gelijk van röntgen en alles erop. Maar ze hebben niets kunnen vaststellen. Dus het hoefbeen is niet gekanteld. Nee, dat allemaal niet. Het is gewoon gevoeligheid van die zolen die te dun zijn. Ja. En ik vind hem gewoon, het paard op zich gewoon te stijf. Dus we zijn aan het kijken, zit daar iets in van gevoeligheid op het gebied van insulineresistentie of zoiets. Okay. Dus ik heb het voeding aangepast ook. Ja, goede hoefspit is belangrijk, hè? Ja. Niet makkelijk, hoor. Maar hij heeft nu wel hele kleine voeten, want hij is natuurlijk heel groot. Dat zit hem niet goed. Ja, wat nog kwalijker is, misschien
kunt ook sowieso een supplement geven. Ik ben niet zo van, wij zijn altijd vrij simpel met onze paarden, maar bepaalde supplementen helpen wel om die groei van die voeten te stimuleren. Hè? En dat is echt wel bewezen dat dat helpt. Ja? Dus het, ja, dan moet je maar eens aan je dierenarts vragen. Het is iets met biotine of weet ik niet. Het is een supplement met het voeden. Ik heb echt maar een paar paarden dat ze in 2 maanden tijd echt andere voeten kregen. Dus dat ze harder groeiden en dat ze dus toch wel, ja, en dan moet een goede smid progress doen. Ja. Oké, moet je even zeggen, Lisa, wat nou, wat deze manier van aan elkaar rijden is wat ik wil, hè? En dan gaan wij hierin graag wat oefeningen meepakken. Zeg je, ik ga wat overgang rijden, ik ga wat tempo's rijden. Ik ga wat, ik begin liever met wat zijgang, een beetje schouder binnenwaarts en een beetje wijken, een beetje appiëren. Ja, ik zie maar wat. Je doet wijken voor je schouder binnenwaarts, een beetje wijken, een beetje schouder binnenwaarts, een beetje appiëren. En dan, ja, als dat, want daar hebben we vorige keer natuurlijk nog niet naar gekeken. Omdat ik eerst wilde dat dit in je systeem komt. Ja. En dat lijkt nu redelijk goed te gaan. Nee, meer dan redelijk goed. Dat lijkt goed te gaan, alleen... Ik zeg het een beetje voorzichtig, omdat ik me voor kan stellen, als er iets moeilijks gebeurt, ja, dat je daar nog een keer van afstapt, dat begrijp ik. En dat neem ik je ook niet kwalijk, dat hoort gewoon bij de ontwikkeling van je eigen discipline hierin. En erin doorgaan zo. In de vrije stap iets vlotter stapt. Dus ook als je lange teugel stapt, moet je gewoon iets vlotter naar voren doorstappen. Dat vind ik nou zo fijn om die oortjes te hebben die 2 kanten op praten. Want dat zijn voor mij zulke belangrijke dingen, dat ik zie of hoor dat je dat merkt. Want als je dus meer doorstapt, ga je paard zijn hals meer neerleggen. Dus als een paard zijn hoofd optilt en onrustig is met zijn hoofd, dan constateren wij dat in hoofd-hals. Maar dat zit vaak in zijn lichaam. Dat zit bijna altijd in zijn rug en in zijn hele lichaam, laat ik het maar zo zeggen. Dus als je dan zo'n paard naar voren rijdt, gaat hij door het naar voren gaan, de rug los te laten. En als de rug los is, gaat hij de hals neerleggen. Het is zo logisch, dus ik weet niet wat, maar je moet het wel eerst begrijpen. Oké, pak je teugels op je gemak op en rij weer door. Pak weer wat drafovergangen mee of weet ik veel. En wat ik heel belangrijk vind, Lisa, en daarom is het fijn dat je dus komt, gaan we naar voren. Rij maar gewoon naar voren, ja. Daarom is het fijn dat je ontspannen in je lichaam dat je paard kunt volgen. Je neemt je teugel op, je pakt je teugel op, maar je dwingt hem niet in de houding. Je rijdt gewoon, ook als die nog verandert, gewoon naar die voorkant toe rijden. Gewoon denken, ik rij naar voren, naar die hand. Ik wil dat jouw gaan naar voren zorgt ervoor dat mijn paard de hand aan. Rij maar weg. Als die een beetje huppelig is, mag je gewoon wegrijden. Maakt me niks uit. Dat komt later wel, dat we die stap ook voor elkaar willen hebben. Snap je wat ik bedoel? Dit is goed. Teugels niet ietsjes minder lang laten worden. En je paard zo op verbinding naar je hand aan elkaar. Gewoon door. Gewoon door. Galopeer maar door. Rij maar door. Rij maar door. Consequent zijn. Niet aanpakken, maar wel door. Je zit in de linker galop. Blijf links galop. Blijf links galop. Blijf links galop. Echt zuiver komt als het is. Links galop. Doorrijden. Rechterbeen en hand veranderen. En hand veranderen en zo. En dan galopeer gewoon. Ik vind altijd als een paard zoveel... laat ik maar zeggen, energie toont en zoveel actie wil hebben. Dan ga je er gewoon doorheen en denk je, nou jongen, actie, prima, ben ik voorstander van. Ik wil graag werken met je. En dat doet hij natuurlijk omdat de paard weggaat, dat snap ik wel. Maar dan gaan wij zeggen, dat zetten we om in werk. De meeste mensen gaan ze dan temmen. Weet je wel, zeggen, hier blijf je. Ik zeg, nee joh, doorrijden. Energie ga ik gebruiken. Maar dan werk ik hem wel door. Dan zeg ik, oh, je had energie? Oké, jongen, dan gaan we voor ons gebruiken. Klas. Heel goed. Naartoe. Blijf met je benen ietsje bij. Voor het ideale zou ik je teugel een paar centimeter korter willen zien, maar ik vind het niet echt dat je dat niet doet, want dat heeft wel een beetje te maken met het feit dat je ontspannen bent. In een ruiter die ontspannen zit, heeft gauw de neiging om zijn teugels ietsjes te lang te laten. Dan steun je je paard niet, maar voor het plaatje moet je eigenlijk in de gaten houden dat dat niet overdreven wordt. Begrijp je het? Maar is het nou niet echt dat je... Even doorgalopperen. Even doorgalopperen. Als hij dat doet, hè, wat je nou voelt, dan gaat hij een beetje stuiteren. Dan grijpt hij niet meer door. Dus moet jij zeggen, joh, ik ga op weer een beetje richting arbeidsgalop. Snap je? Dus elke keer als jij iets verzameling aansnijdt en hij gaat een beetje plofferig galopperen, een beetje, dat heeft te maken met dat hij de rug niet loslaat. Hè? Dan ga je weer naar voren galopperen. Dat je in het naar voren galopperen je paard weer ontmoet, zeg ik altijd. Hè, weer tegenkomt. Goed zo. Nou, dat is weer goed. En heb jij die losse galopsprong weer?
Nou, dan kun je zeggen, joh, ik ga ze een klein beetje verzamelen. Of ik ga ze een paar meter van de hoefslag wat eerder wenden en ik wijk een klein beetje voor mijn binnenbeen naar de hoefslag toe. Of ik rij een paar passen naar binnen. Al die dingen kun je mee gaan pakken. Goed zo. Eerst mooi rechtuit met linkerstelling. Duw hem heel rustig zo naar de hoefslag. Je linkerbeen niet terug. Linkerbeen bij de zit. Duw hier nog een paar meter verder. Je hebt 50, 60 meter om dat voor elkaar te krijgen. Rijm, blijven zitten en door. Gewoon door. Klasse. Klasse. Klasse, Lisa. Klasse, Lisa. Klinkt stom, hè? Klinkt stom, hè? Klasse. Gewoon doorrijden. Weet zeker dat je weer in het model komt. Weet zeker. Ga maar door. Hebben ze. Gewoon doorrijden. En als je gaat trekken, wat heel menselijk is, hè? Want ik vind niks vreemd dat je dat doet, alleen het is niet goed. Je moet leren op zulke momenten naar voren rijden. Heel goed. Heel goed. Zo doorrijden. Super. Zo door. En dat wijken gaan we nog een paar meter meer proberen. Dus je gaat proberen zonder spanning een meter of 4, 5 eerder van die lange zijde af te wenden. Je galoppeert eerst gewoon rechtuit. Dat maakt mij helemaal niet uit als je het niet haalt tot het eind van die lange zijde. Hoewel je het makkelijk haalt, denk ik. Maar een beetje linkerstelling halen. Gewoon rustig naar rechts. Dit is namelijk heel goed. Dan gaat dat binnenachterbeen. Wordt een beetje vanuit het hoge gewicht, vanuit het heupgewicht, wordt het een beetje onder je borg gestimuleerd. Dat linkerheup een beetje onder je. Goed zo, duw maar iets opzij, duw maar iets opzij. Goed zo, en blijf je sprong houden. Goed zo. Dat is een hele goede oefening voor hem, hoor. Ja, hier even heen. Doe nog maar een keer. Maak je pas, neem je tijd. Je mag met beugels rijden, het is vrijdag, hè. Vrijdag mag je met beugels rijden. Dat is heel gelukkig, hè, vrijdag is. Kun jij ook aan een lange zijde een heel klein beetje wegduwen voor je buitenbeen? Dus eerst maar duw hem een heel klein beetje naar binnen voor mijn buitenbeen. Zonder dat je het overdrijft. Een heel klein beetje naar binnen duwen voor je buitenbeen. Kom maar, kom maar, kom maar. En gaan we weer recht. En weer linkerstelling. En weer linkerstelling. Ja. Doe je nog een paar. Je kan dat ook op en neer doen. Je kan het eerst voor je binnenbeen wat naar buiten. En voor je buiten wat naar binnen. Heel goed. Dat is een hele goede voorbereiding voor een wissel. Hè, dat. Snap je dat? Kijk, hij snapt het ook. Blijf maar contra. Blijf maar, je moet niks, maar blijf maar contra. Dan los je het op. En verander maar van hand. Snap je? En uiteindelijk, over een half jaar, dan zeg ik wel tegen jou, of over 4 maanden, nou voor terug, ben je gek. Hey, maar nu ben ik nog zo zuinig op het feit dat je op de goede manier aanleuning neemt, dat staat helemaal bovenaan mijn lijstje. Ja, dat helemaal bovenaan mijn lijstje staat dat jij je aanleuning op de juiste manier bevestigt bij jou. Goed zo. En weer recht uit. Aan de overkant een keer wijken voor je rechterbeen. Een meter of 4, 5 van de kant af. Maar wat ik dus net zei, dat wijken voor je buitenbeen in de galop, is een ideale voorbereiding voor de wissel. Dat bewees hij wel doordat hij dan omging. Want dan leg je de balans naar de andere kant. En als de balans naar de andere kant is, gaat hij veel makkelijker wisselen. Mooi beeld, hoor. Draai nou hier eens een grote volte. En doe nou in die rechter galop eens een klein beetje meer verzamelen. Op de grote volte een heel klein beetje denken aan richting arbeidspirouette. En dan zien we wel hoe ver we komen. Zodra je je sprong en of je aanleuning verliest, of je impuls verliest, rij je weer naar voren. Gewoon blijven zitten. Boven ligt een tandje terug voor jouw gevoel. Iets, zo ja, zonder spanning in je rug. Verzamel maar goed. En gaan we weer iets naar voren. Dat is voor mij de grens, want dan worden die achterbenen al een klein beetje minder los. Voel je dat? En om dan weer die losheid te krijgen, kun je weer zeggen, nou ik doe een pasje wijken voor het binnenbeen. Dan heb ik het binnenachterbeen weer onder mijn controle. En dan ga ik weer een pasje verzamelen. Want dat onderkomen van dat binnenachterbeen is altijd een beetje het kritieke punt. Bij paarden die van zichzelf slecht of moeilijk galopsprongen hebben, rijd ik in eerste instantie vaak een beetje travers. En dus maak je het voor het paard eigenlijk makkelijker in de travers en de galop, traversachtig, om de sprong te halen. Nog een beetje naar richting verzamelen. Op de cirkel en na je hand blijven denken. Hij mag niet losser komen, hij mag niet, ja, goed gevoeld. Hij mag zich niet opkrullen. Goed zo, verzamel maar. Probeer maar, tandje verder te gaan. Nog een beetje verder. Ja, even. En een beetje naar binnen. Draai maar een klein beetje de cirkel naar binnen. Nog een beetje, draai maar een beetje naar binnen. Goed. Draai maar weer naar voren. Denk maar weer arbeidsgevoel. Goed zo. Goed
zijn. Nu wend je hier weer af zo, een meter of 5, 6 voor de lange zijde. En duw je weer met je rechterbeen zo naar links, naar de hoesje. Alles wat je doet, rijd je dezelfde manier je paard moet. Duw, rustig zo, goed zo, goed zo. Rijd daar weer een grote volte. Ga weer richting arbeidspirouette rijden. En we zien wel hoe ver we komen. Na je hand blijven rijden. Gewoon op dezelfde manier. Al doet hij dit 100.000 keer. 100.000 keer rij je hem naar voren naar je hand aan dit. En dat is de enige manier om het eruit te krijgen. Om het er structureel uit te krijgen. Goed zo. Dus aan. Ja. En weer naar voren. Goed zo. En dan ga jij waar jij wilt, ga jij een wissel naar links voorbereiden. En dat mag je op een diagonaal doen. En je doet in die voorbereiding een klein beetje wegduwen voor je linkerbeen. Weet je wel, zo'n klein beetje wijken voor het linkerbeen. En dan rustig je wissel. Waar je wil, allemaal goed. Ben ik met je eens, snap ik helemaal. Ja, neem de tijd, geen haast, geen haast. Al duurt het nog 10 rondjes, maakt me niks uit. En je blijft op verbinding naar je hand. Heel goed. Goed zo, goed zo. Goed zo, nou blijf je weer contra, hè? Top. En dan gaan we vanuit die contra gelopen, gaan we weer hand veranderen. Dan gaan we links omhoog een beetje richting arbeidspirouette rijden. Zit je mee? Deze vond ik niet echt terug. Ik vond het wel goed genoeg. Ik snap wat je zegt. Ik snap wat je zegt. Dat is weer het volgende verhaal. Je zegt, joh, nou wil ik met nog iets meer uitdrukking wisselen. Dat is waar. Eerst weer het correct en aan je hulp en ontspannen hebben. En dan ga je doet het eerst voor een 7, dan voor een 8 en dan voor een 9, bij wijze van spreken. Snap je? Op de cirkel gaan. Eerst een heel klein beetje wegduwen voor je binnenbeen. Een beetje schouder voor, achter. Niet lager in de hals. En nou ga je wat verzamelen. En probeer je richting arbeidspirouette te komen. En kijk hoe ver je gaat. Hij geeft vanzelf aan dat hij of sprong verliest, of impuls verliest. Vaak gaat dat samen. Of aandeling verliest, of hout terug gaat galopperen. En dan rij jij weer naar voren naar je hand toe. Als een kikker is iets, hè? Dat snap je. Dan verlies je impuls of je verliest het achterbeen. Prima. Zullen we heel even een rondje stappen? Een beetje langere prisma. Enthousiasme. Goed zo. Wen af als jij van galop naar draf gaat om dan licht te rijden. Iemand die zo zitten kan als jij moet niet meer licht rijden. Als je dan opstaat in die overgang, dan floepert hij in twee stukken. Snap je dat? Dus je moet zitten en achter je hand aanrijden. Vanuit je zit en je bovenlichaam rijden je paard naar de hand toe. Dus je hand niet te laag, laat draaien. Goed zo. Sorry, maak maar af. Maak maar af, maakt niet uit. Eerst in de stap rustig afmaken. Ga maar door. Ga maar door. Mag doen wat je wil. Ga maar door. Het is een beetje communicatiestoornis tussen jou en mij. Daar kan hij niks aan doen. Galopeer weer naar jou. Vul het achterbeen weer op naar je teugel. Juist. Top. Kijk, nou heb je hem weer opgevuld. En dat is dus wat ik bedoel. Zo rij jij je paard van achter naar voren aan elkaar. Rij naar voren. Blijf draven en rij naar voren. Niet de passage eraf, maar naar voren. Juist, naar voren. De handen hoog houden en zitten. Juist. Met je bovenlichaam, maar voor jouw gevoel een klein beetje achter je bovenarmen zitten. Maak een grote cirkel met twee teugels naar binnen. Bovenlichaam terug en naar voren. Ja, daar. Goed zo naar voren denken. Geeft niks. Naar voren blijven denken. Je hoeft niet harder. Dat wordt apart hoor. Wenden weer. En naar je hand toe blijven. Naar ja, dat is goed. En niet sturen met je binnenteugel naar twee teugels. Nou mag je wel even licht rijden. Dan rijden we dezelfde ontspanning. Maar ik wil alleen dat je in die overgang niet meer licht rijdt. Want dan ben je niet bij je paard. Naar je hand toe draaien. Super. Niet buigen naar links. Goed zo naar voren. Iets meer draf. Juist dat het achterbeen naar voren komt. Goed zo. En zo even een stap. Gewoon naar twee teugels rijden. Hè? Mooi. Prachtig. Iets buiten teugel. Iets minder de neus naar links. Goed. Denk maar aan middenstap. Goed zo, wacht maar in die stap af, tot je in die stap net zo goed dezelfde manier van verbinding maken krijgt bij je paard als in draf en galop. Juist. En even. Weet je, we zijn nu natuurlijk nog een beetje in dat stadium dat we door te gaan je paard in die aanleuning krijgen. Dus daardoor krijg je nu nog vrij lange werkreprises. Dat gaat vanzelf minder worden als die manier van aanleiding nemen wat meer bevestigd is, dan kun je dat in kortere reprises doen. Dat gaat
misschien nog een beetje langer draven, een beetje langer gelopen op deze, maar oké. Je leunt me goed voor hem. Het geeft hem alleen maar meer ontspanning in het werk, weet je wel. Ik vind het goed, Lisa. Prima. Ik ben er tevreden over. Ja, jij ook, hè? Ja, leuk, hè? Het spreekt je aan, hè? Ik merk het, leuk. Maar ja, dat zei ook niks, als je bij de beste vier zat. En dat was toen echt een lager niveau dan nu, hoor. Ja, we reden wel dezelfde proef, of nog iets moeilijker zelfs. Maar het niveau was echt minder hoog, dat wil ik er gewoon bij zeggen. En ik had dus één keer meneer Ota op paard zien zitten, toen ik in Deurne zat. En dat had ik zo in mijn gedachten geprent. Ik denk, godverdorie, dat wil ik ook eens een keer leren. Dat heb ik nooit vergeten. Ik zie het nog voor me zo, ik heb nog een Netflix staan. En toen, nou, op een gegeven moment konden wij het ons permitteren, om dan eens in de zoveel tijd naar die man toe te gaan. Ik bel die man op, ik zeg, en ik weet nog zo goed dat alles wat hij zei, hè, dat kwam zo binnen dat je denkt, ja, het is zo logisch. En ik had een beetje een scherp paard en ik had een beetje een lui paard. En net wat jij zei, ik deed bij beide paarden hetzelfde. En die scherpe werd ontspannen en die lui werd actief. Ja. En ja, ik vond dat zo apart iets. Ik denk, hoe kan dat nou? Het zijn twee totaal verschillende paarden. Ja. Maar het heeft gewoon te maken, als een paard zich spant, dan doet hij dat vaak omdat er een bepaald discomfort is, dat een woord niet comfortabel is, snap je? Ja. Dus dan spant hij zichzelf. En diezelfde discomfort bij een ander paard, denk je, joh, fuck jij eens op, ik heb geen zin, want dat is niet comfortabel, dus dan wordt een luilak, wordt een beetje lui. Ja. En dat vond ik zo grappig, en na een half jaar of zo heb ik dat aan de Jood uitgevraagd, aan die man gevraagd, dat was niet iemand die zo makkelijk benaderbaar was, hoor, moet je een beetje inkleden, maar dat maakt niet uit, het was een andere generatie, weet je wel. Ja. En op een gegeven moment zei hij, ja, maar het is toch logisch? Ja, het is logisch voor mij. Het is niet logisch, want die is lui en die is scherp en die lui wordt actief en die scherpe wordt ontspannen. Dus ik vond dat voor mezelf een logische vraag. Ja. Maar toen hij het uitlegde, dat hij, jongen, luister, als dat paard comfortabel is, dan zou die scherpe denken, joh, waarom zou ik ontspannen? En die lui denkt, waarom zou ik het niet doen? Valt wel mee. Ja. Vond ik, dat was echt grappig. Gaan we een koekje doen. Hij wou de heg snoeien. Ik heb hier geen mes scherp. Ja, die heb ik bij de cirkel, maar laat maar even. Buiten wat laten wij het altijd liggen. Echt? Ja, buiten wat laten we pakken nog één keer op. Een klein beetje drafwerk proberen te doen. Maar dan kan het dus zo zijn dat je wil gaan draven, dat je in de galop komt. Dan ga je het eerst weer in de galop afmaken. Ja. Dus dat is niet om hem zijn zin te geven. Dat is om de prioriteiten te stellen. Het belangrijkste is dat hij in activiteit ontspannen aan je hand komt. Dan gaat dat in draf nog niet, maar wel in galop. Dan doen we eerst galop. Ik ga doorgedraven. Ja, dat wou ik zeggen. Dus rij maar gewoon weg, rij maar weg, rij maar weg, rij maar weg. Niet aanpakken, gewoon rustig weg. En weer een galoppeer maken tot je de aanleuning hebt en dan gaan we naar draf. Snap je dat? En over een tijdje, over niet al te lang, gaan wij dat oppakken in stap doen door hem een klein beetje opzij te zetten. Maar dat gaan we dan wel doen. Kan ik je misschien al wel laten? Oké, rij even door. Kijk, en nou moet je uitkijken, Lisa, dat je niet te blij bent dat hij daar weer in het model komt, dat hij te los moet. Hij moet wel in het model, maar moet aan jouw hand lopen. Snap je het? Dus het krulletje in de hals is altijd minder belangrijk dan de verbinding ernaartoe. Hé, hey, mooi gezegd. Galoppeer naar je hand. Overtuigd naar je hand. Ja, daar heb je hem. En dan ga je op een cirkel. En dan ga je dus proberen een overgang te rijden, galop, draf, die je ook zo aan elkaar rijdt. En dan blijf je doorzitten, hè. Na
naar je hand. Naar je hand. Juist, daar. En draaf naar je hand. Goed zo. Daar. En als die dat gaat smijten met die voorbenen, pak jij een cirkel en ga je een beetje schouder binnenwaarts op een cirkel kijken. Want dan doet hij dat smijten met die voorbenen, doet hij om het achterbeen te sparen. Snap je dat? Dus iedereen vindt dat mooi en ik vind het ook wel leuk hoor. Maar het is eigenlijk gewoon doorrijden. Gewoon verbinding houden en door. Zet dan een beetje opzij voor je linkerbeen. Kan dat? Even kijken of dat we iets meer, zonder dat we spanning opvoeren, gewoon kunnen zeggen, blijven zitten. Hè? Blijven zitten, je hand zacht aan de mond houden. Een beetje opzij zetten voor je linkerbeen en gaan draaien. Ja, daar komt hij. Ja, want hij vindt dat natuurlijk wel leuk om met die voorbenen te klappen. Hè? Maar hij vindt dat met het achterbeen natuurlijk een beetje minder plezier in. Maar dat geeft niet, dat komt dan. Beetje linkerbeen opzij zetten. En draven, en draven, en draven naar jou. Geef me, ga het maar weer even. Anders zit ik iets te veel, wat ik net tegen jou zei. Ik vind het belangrijkst dat het eerst in verbinding naar je hand komt. En daarna gaan wij wat gedisciplineerder tegen hem zeggen. Nou wil ik tegen draven, nou wil ik tegen galopperen. Dat is het volgende hoofdstuk pas. Verbinding halen door. Naar je hand, naar voren. Ja, goed. Niet te veel naar binnen stellen, Lisa. Als jij om die reden nog gaat licht draaien, vind ik het niet erg. Je mag voor mij, als je dan makkelijk aan draven kan blijven, omdat hij de rug nog een beetje... Maar dan moet je hem wel opvullen met je been naar je hand. En de hals niet te veel buigen. Daar ja, daar ja, daar ja. Goed zo. Naar twee teugels. Goed zo. Goed zo. Dat is super. Probeer precies zo je paard zo recht. Je mag in dit draven best nog even in licht draaien iets mee doen. Maar in een paar weken is dat alweer beter. Dan weet ik zeker dat je liever doorzit als licht draait. Beetje schouder voordraaien van de lange zijde. Mag licht rijden hoor. Weinig buiging of geen buiging in de hals willen. Dat komt misschien die buiging, maar dat wil ik niet per se op uitzetten. Goed zo. Van de overkant doe je dat weer. Beetje schouder voordraaien. Hou hem zo aan het ritten. Goed zo. Ja, goed zo. Ga je zo een keer hand veranderen. Dus alles wat jij anders in je programma deed in je rijden, hè, mag jij op deze manier meepakken van mij. Hè? Dus als wij in de les nog wat weinig oefeningen doen, maar jij kan het, omdat je dat eerder ook misschien deed, wel doen. Mag je dat wel doen, maar op deze manier. Hè? Dat snap je. Hè? Dus goed zo. Naar voren naar je hand. Naar voren naar je hand. Hij moet aansluiten vanuit je zit en je benen in je hand. Perfect model hoor. Beetje schouder voor rechts gaan rijden zo. Dat is mooi hè. Ietsjes de voorhand naar binnen, een beetje rechterbeen. Goed zo. Klasse. Klasse, er is een overkant weer een beetje schouder voor. Waarom wil je hem remmen? Als jij vindt dat hij te hard gaat, moet je hem terugnemen. Dat duurt gewoon op twee teugels. Nee, maar als je dat vindt, moet je dat gewoon doen. Maar je doet dat zoveel mogelijk met behoud van diezelfde aanleg. Snap je dat? Nee, dat, daarom, kijk, dat vind ik zo fijn. Daarom is dat terugpraten zo belangrijk. Snap je dat? Op verbinding naar je hand. Las. Las. Ook allemaal normaal, hè? Valt een keer naar binnen, drukt een keer naar buiten, hoort er allemaal bij. Super. Het is eigenlijk, Lisa, ik ben dan enthousiast, ik wil eigenlijk meer, maar het is eigenlijk genoeg voor me. Laat hem maar heel rustig een paar rondjes de hals trekken en gaan we makkelijk naar stap. Want ik vind dat je zo ontzettend veel verbeterd bent. Dus daar zit mezelf een compliment erin, maar zo bedoel ik het niet hoor. Ik geef het aan jou hoor. Neus weg hè. In het hals trekken, niet de neus terug. Hij moet goed onthouden hè. Het boekje zegt ook voorwaarts neerwaarts. Dat is niet terug neerwaarts. En als die wegloopt, ga je volt. Moet je voor jezelf goed onthouden. Een paard wat onder je uitloopt, kun je veel gemakkelijker in tempo controleren door een wending of een grote vol te draaien. Dan rechtuit moet je veel meer terugwerken dan op zo'n wending. Wat ik net zei, denk aan die paarden op de rembaan. Hè? Die blijven niet fixer trekken, die gaan alleen maar 600 meter rechtuit. Ook iets ander type paard. Hoewel, hij zou het ook leuk vinden op de rembaan. Zou hem wel passen. Heel goed. Oh. Super. Zo even een stap. Super. Even goed denken of dat allemaal duidelijk is. Als je nog vragen hebt, gewoon doen. Hè? Alles wat met rijden te maken heeft, kun je vragen. Oh,
als die dit doet, hè, zo, hè, ietsje met je linkerhand naar links of je rechterhand naar rechts uitnodigen. Dus als die je hoofd in de lucht steekt, trek je niet zijn kin naar je toe, maar je doet met je hand uitnodigen links of uitnodigen rechts, dat hij die hals weer laat vallen. Dat, snap je? Dan doe je met een hele luchtige teugel, een beetje links, een beetje rechts, dat die kaak losblijft en dat hij je hals laat vallen. Snap je, hè? Ja, in principe moet je naar voren. Er komt natuurlijk een moment dat jij zover bent, dan gaat hij een beetje stamperig worden. Dan rij je naar voren en denk je, hé, lekker, makkelijk hard, bij wijze van spreken. Zodra dat, maar dat is het, zover zijn we nog niet hoor, denk ik. Maar zodra dat om de hoek komt kijken, dan zeg je, ja jongen, ik doe al net of dat naar voren rij, maar in dat naar voren rij controleer ik je weer. Ja, maar nu ben je echt nog bezig, want dat stamperig worden heeft te maken dat hij zijn bovenlijn, zijn rug, nog niet helemaal geeft. En dat is beter dan het was, maar dat is nog niet bevestigd, dat is logisch. En wat wij, ik ben dus onvoorstelbaar een voorstander van het rijden van zijgangen. Want als je op deze manier in de aanleuning dan wel te verstaan hebt, zijgangen rijdt, kan jij je voorstellen als een paard recht uitloopt, dan doe je er nog wat kutten naar mezelf. Als je het zij gaat, moet hij dat doen. Dus dat, ja, en dus dat heupgewricht, dat hogere gewricht, wat hij nodig heeft om onder te komen, dat train jij door veel dit te doen. Dus dan mag ik eigenlijk een beetje dat gaan zigzaggen. En wijken en schouder binnenwaarts. Ja, okay. Maar alles met deze manier van aanleuning. Ja. Maar deze manier van, ja, ik zeg wel, ik weet niet of je had gezegd, dat is wel, ik loop nogal veel. Maar als je wil schaatsen, moet je ijs hebben. Als je paard correct wil africhten, moet je deze manier van aanleunen. En dan lukt het met elk paard. En natuurlijk is de een beter dan de ander. Dat snap je ook wel. Hè? We kunnen met elk fietser Tour de France uitrijden, maar een bakfiets doet iets langer dan een racefiets. Hoe goede coureur je ook bent. Maar dat snap je. Maar je kunt op elke fiets de Tour de France uitrijden. Als je maar blijft trappen, dan kom je in het boventafeltje en weer naar beneden enzovoort. En dat is met een paard ook zo. Als je zo africht, lukt het met elk paard. Eén is er veel meer geschikt is. En dan heb je een aantal van die paarden die echt geschikt zijn. Ik denk dat hij er zo in is. Maar bij het een beetje precair ligt, want ja, nou ja, dat zijn eigenlijk te fijne paarden. Ja, graag. Snap jij, als een paard duikt, hè, dan doet hij eigenlijk dit, hè, dan gaat dus de achterhand verder bij zijn voorhand weg. Ja. Dus als jij hem aansluit achter, zo, dan zal hij niet duiken. En als die hond zijn kop naar beneden wil doen, ik doe zo, dus komt in de boven. Ja. Dus als jij voelt dat hij duikt, en je kan hem achter aansluiten, dan duikt hij. Dus dat moet je dus vanuit de impuls, vanuit achter en oplossen. Ja, oké. Okay. Dus dan maak ik mijn overgang en dan doe ik eigenlijk gewoon even benen en ophouden dat hij weer... Nou, je moet het zo zien, hè. Jouw drijven is als het ware de kraan waar jij de energie mee openhoudt. Ja. Dus als jij voelt dat je paard naar beneden gaat in plaats van dat hij daarin blijft, moet je even de energiekraan weer iets verder opendraaien, dat die richting van die impuls weer die kant op wordt in plaats van die kant op. Ja, ja. Snap je? Dus je moet de ene keer wel drijven en de andere keer niet drijven. Je kunt nooit zeggen, ik moet altijd drijven en over... Nee. Waarschijnlijk wel, want een paard gaat natuurlijk proberen zich er een beetje makkelijk vanaf te maken. Kan je hem ook niet kwalijk nemen. Nee. Maar in principe moet je handelen naar wat er gebeurt. En niet bij voorbaat denken, oh, nou ga ik dat doen, want ik ga... Nee, je moet handelen naar wat er onder je zadel gebeurt. Ja? Yes. Zo oefenen hoor, je doet het goed. Het voelt wel goed. Hallo. Hallo. We doen het even zo, hè. Ja. Hallo. Hoi. 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 Mijn nieuwe vriendin, hè, dit. Ja. Hij is niet goed, hè. Zag je de liefde, hè?